Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugtetransport. Scherpenzeel speelt vandaag opnieuw een thuiswedstrijd. Vandaag is hekkensluiter Rijshoort de tegenstander. De storm heeft aardig huis gehouden op ons sportpark, zo is onze steiger vernield. Gelukkig zijn we uit de brand geholpen door een hoogwerk van sponsor Werkman Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. Laten we hopen dat het op het veld ook gaat stormen. Scherpenzeel komt scherp uit de startblokken. Na een mooie lange bal van achteruit van Corné is het Arwin gelijk met de 1-0. Hier nogmaals de 1-0. Arwin rond prima af na een mooie bal van Corné. In de beginfase is Scherpenzeel de bovenliggende partij. Maar dan, na 11 minuten spelen, is het ook Rijshoort voor het eerst gevaarlijk. De voorzet van de aanvoerder levert een corner op. Scherpenzeel vervolgens met een mooie aanval. Corné met de bal naar Tefek, die paast de bal naar Anouar en via Anouar komt de bal bij Arwin. Die geeft de bal voor en dan is het Nakome die er met wat geluk 2-0 van maakt. Een lekkere start voor Scherpenzeel zo na de 20 minuten spelen. Niet lang daarna krijgt Scherpenzeel een corner. Die belandt voor de voet van Arwin en hij maakt zijn tweede van de middag. 3-0. De bal komt voor de voet van Arwin en die kan simpel binnen. Dan Rijshoort weer eens met een kans. De spits krijgt na een fout in de verdediging de mogelijkheid om uit te halen, maar schiet recht in de handen van Stef. Scherpenzeel zet aan. Het is Nakomi met een geweldig voorzet, maar Timo kopt de bal net over. Dat scheelde niet veel. Rijshoort heeft tot nu toe nog weinig gecreëerd en krijgt hier een vrije trap. Het schot van de nummer 6 belandt in de handen van Stef. Na rust is het Scherpenzeel met de eerste kans van de tweede helft. Voorzet van Arwin bereikt Tefik, maar zijn inzet wordt met hangen en wurgen door de liggende keeper van Rijshoort gered. De trainer van Rijshoort grijpt na 50 minuten in met een driedubbele wissel. Opvallend, zo vlak na rust. Het lijkt erop dat de trainer kiest voor een wijziging in de speelstijl. De wissels hebben nog niet het gewenste effect, want na 55 minuten spelen is het Arwin die de hattrick compleet maakt. 4-0. En niet lang daarna is het weer Arwin die gevaarlijk naar binnen snijdt. Hij jaagt af op Corné en die haalt van afstand uit. Schitterend doelpunt van Corné die de stand op 5-0 zet. En hebben dan ruim een uur gespeeld. Dan Rijshoort dat weer eens een keer gevaarlijk is. Voorzet aan de rechterkant en die wordt niet goed weggewerkt door Mart. Daardoor kan de aanvoerder uithalen, maar het is Stef met een knappe redding. Wat een kans. In de slotfase is het Arwin die 1-op-1 met de keeper mist. Maar in het vervolg van de aanval komt de bal bij de ingevallen Mark. En hij pegelt de bal in het goal en bepaalt hiermee de eindstand op 6-0. Een mooie overwinning van het goed spelende Scherpenzeel. Dat de bovenliggende partij was en zo de belangrijke punten in eigen huis weet te houden. En volgende week gaan we op bezoek bij DHSC.